Hij zei het 3, 2, 1. Begroet man. Dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit weer in mijn vertrouwde auto. En ik heb zojuist D weggebracht naar school, dus ik heb meteen iets heel erg goeds gedaan. En daarnaast wil ik jullie even dit nummer laten horen, want hij is echt knijtershard. En ik ga hem ook heel hard zetten. Hartstikke leuk allemaal, ik ga snel naar binnen. Er is hier namelijk genoeg te doen. Kijk maar naar deze stapel was. Au, dat gaat echt een blauwe plek worden. En anders doet het gewoon heel erg veel pijn. Ik kreeg de punt van die fles. Het is niet echt een punt. Maar deze dop kreeg ik keihard hier in de zijkant. Nou, dat is weer lekker handig voor mij. Maar je hebt het gezien, genoeg was dus. Maar dat ga ik mooi nu niet doen. Dat stel ik altijd weer uit. Die had ik totaal niet zien aankomen. Hij zat daar zo op de bank. Oeh, wat te grappig. Kun je voor mij even wat drinken pakken? Dus ik denk, ja, hij gaat me echt niet pranken. Hij is veel te lang voor. Dus ik loop daar. Trapt hij er serieus weer in? Ja, ik kom er weer in, want ik denk even snel schoonmaken, weet je wel. Video opnemen, kom even snel schoonmaken. Mark is zo'n lekker ding dat hij gewoon zijn drinken hier op de grond flikkert. Ik dacht, daar ga ik meteen weer gebruik van maken om hem even lekker te laten pranken. Enzo. Ja? Wat ben je van plan met die condooms? Oh ja. Hi mam, ik zorg dat we geen kinderen krijgen. Wat zijn jullie aan het doen, zegt ze. Anyways, ja, je ziet het goed. Ik sta hier in de winkel met Mark. En ik heb hier 2 pakjes bij me. 40 condooms in totaal. Hallo, goeiedag. Mark is daar een expert in. Ja, ik ga het jou de kleine kneepjes van het vak leren. Of de fijne kneepjes bedoel ik. Het klinkt zo raar voor iedereen hier in de winkel. Maar ja, jullie zullen het zien en ik heb er heel veel zin in. Nou, dames en heren, dan is het maar tijd om het eens te gaan proberen. Petje kan af. En Mark, die is hier de master in, onthoud dat. Wat moet ik doen? Vertel. Nou, we gaan dus de Cundum Challenge doen. Cundum? Ja, condoom, Cundum. Ik vind het gewoon leuker om Cundum te zeggen. Ja. En ik hou hem precies boven jouw hoofd. En jij kijkt omhoog. En als hij precies onder jouw hoofd zit, dan zeg je ja. Dan laat ik hem vallen. Dan doe jij snel recht overeind je hoofd. Met een patch. Ja, dan komt hij als goed is, dan komt hij precies goed. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké, okay, laten we maar beginnen. Ja. Oké, okay, je moet iets lager zitten, want anders dan kan ik niet hoger, want dan moet ik wel van hoog komen. Oké. Okay. Oeh, al wat water boven mij. Oké, okay, jij moet zeggen als ik recht boven je hoofd zit, ja of nee? Ja. Nee, iets meer naar die kant. Ja. Oké, 3, 2, 1. Zo dichtbij! Ja, bijna al, bijna! Zo, de eerste poging! Ja! Hey. Kijk de master te werk gaan! Oké, okay, poging 2! Oké, okay. 3, 2, 1! Het is gelukt! Ga snel opstaan, opstaan! Het is gelukt, de tweede keer al! Wow. Kijk, kijk, kijk! Het is wel heel raar! Kun je ademen? Ja! Haha, kijk, zie je de top? Wow! Kijk uit, jongen! Maak hem kapot, zou ik hem kapot maken? Wow! Oké. Wat doe jij nou, jongen? Wow, weet je wat ik doe? Nou. Ik doe die condoom naar beneden. Ja? En dan ga ik heel veel uitademen, waardoor er allemaal lucht komt. Oké, okay, ja, ja, laat let op! Wow! Zie je dat goed? Ja, ja, redelijk, redelijk. Oké, 1, 2. Wow, wow, is hij nog beter? Hij is beter nu, kijk! Ja! Je doet iets meer water eruit. Wacht, ik kan graag geen adem. Oké, nog een keer, er is meer water uit. Oké, okay, ja, ja.
Nu kapot maken. Komt ie, hè? Wacht. Hoe kapot? Ja, gewoon kapot maken. Holy shit. Gelukkig was warm water. Ja, te relaxed, hè? Zo, dat is heel relaxed. Oké, kom, we gaan het nog één keer proberen, ja? Kom. En nu bij jou. Nee, niet bij mij. Jawel, bij jou, maat. Ben je klaar voor? Ja, 3, 2, 1, ja. Ah, ik heb hem vast. Wow, we gaan nog een keer proberen. Oh, kut. Ah. Oh, hij is geknapt. 3, 2, 1, ja. Oh. Wow, klopt daar helemaal in de kamer. Je moet dit thuis niet nadoen, want het kan echt fout gaan. Dus doe het thuis niet na... Oh. Ja, hij leeft gewoon nog. Hij leeft nog, holy shit. Ik heb hem opgevangen met mijn benen. Ja? Ja. Oké. Oh, in je oog. Ja, recht in mijn oog. Gaat het? Ik liet per ongeluk dat tuutje los. Want ik had hem nog niet goed beet. Gelukkig zit er een beetje glijmiddel bij, dus dat maakt het glijdt wel weer uit mijn oog. Oh. Sorry, man. Oh. Hij leeft nog! Ja. Bijna! Hij leeft nog! Hij leeft nog! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oké, bij mezelf. 3, 2, 1. Wat goed dat uit, man! Wat ben je allemaal aan het beeld verschrikken? Het zit in mijn oog! Ah! Oh, sorry! Zit in mijn oog. Ik kom je helpen. Zeepje opsmeren. Ja, dat klinkt het beter. Ja. 3, 2, 1, ja. Ik heb hem nog. Oh, hij is goed glad. Oké, ja, ik kan even hier kijken. En zo knol, jij kan echt niet deze challenge. Oh, ben je helemaal aan het doen, joh, kijk. Oké, we gaan nog eentje. Een condoom in mijn dek. Deed je dat vroeger ook altijd? Een beetje zeep bij je handen en dan in je handen bellen blazen? Nee. Even kijken. Tel jij maar af. Oké. Okay. Oh! Ja! Hij doet het! Het is gelukt, dan wel! Oh yeah! Maar wacht, ik ga je helpen. Schoonmaakdienst en zo knol. Dit was geniaal! Dit was... Ja, zag je die mooi uit? Ja, lachen! Het werkte wel! Het werkte. Nog één keer proberen, één keer. Nog één keer dat hij echt lang blijft. Hij is verslaafd! Ja, ik ben wel verslaafd, het is wel leuk om te doen. Oeh, wel bijna, maar hij zat er vol. Hij zat er vol. Ja? Ja, maar hij ging wel zo over mijn hoofd heen helemaal. Ja, dat wel. Het voelde wel goed. We stoppen ermee, man. Ja, we stoppen ermee. Holy shit, dat was wel fucking gruwelijk. Ja, was zeker vet. Zo, ga jij nou even douchen, want je zit helemaal onder de zipsop. Wat? Zipsop? Of hoe noemen we dat? Zipsop! Oh ja, zipsop. Zipsop. Nou, veel plezier. Doeg! Zo, dames en heren. Ik vond het hartstikke leuk geweest. Heel erg bedankt voor je hulp en tof dat je er was vandaag. Oh, hoorde je dat? Je let op, hè? Komt-ie, hè? Oké, ja, hou hem goed vast. Wat ga je doen? Ja. Je rug kraken. Oh, holy shit. Ik ben benieuwd of jullie dat hoorden, maar...
Die worden echt allemaal gekraakt. Heel fijn nu, hè? Ja, het voelt wel lekker. Ja. Anyways, mijn dag zit er ook al bijna op. Ik ga nog even naar boven editen en dan ga ik lekker naar bedje toe. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check Mark's kanaal. En tot morgen om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!